jaar ben jij aan de beurt. Ook jij mag nu eindelijk je eindexamen doen. Ja. En ik ga je in deze video laten zien hoe je kan voorkomen dat je die eindexamenperiode één grote stressbol wordt. Het meeste heb je al gedaan. Je hebt gepland. Ja, je hebt je voorbereid. En dit is het moment om te presteren. En jij bent daar klaar voor. Tip nummer 1 om te zorgen dat dat eindexamen succes wordt. Je geluksklieren. Geluksklieren zijn belangrijk. Ja, en ze bestaan ook. Ook mensen die zeggen, geluksklieren, ik weet niet waar je het over hebt. Jokken, liegen, want iedereen heeft geluksklieren. Ja, dat zijn kleren waarin je je lekker voelt. Waarin je fijn voelt, die goed zitten, waarin je goed voor de dag komt. En nou is het niet heel belangrijk hoe je eruit ziet tijdens het maken van die eindexamens. Maar het is wel belangrijk dat je je lekker voelt. Want als je je lekker voelt in jouw fijne gelukskleren, ja, dan presteer je beter, dan zit je beter in je vel. Dat is belangrijk. Tip nummer 2 is zorg dat alles in orde is. Van tevoren heb je je etui, ja, dubbel gecheckt. Alles heb je erin gedaan. Je doorzichtige etui. Ja, en alles heb je dubbel mee. Je hebt 2 of 3 pennen. Ja, je batterijen voor je gewone rekenmachine. Of je hebt je GR goed opgeladen. Dus zorg ervoor dat je bent voorbereid. Dat alles erin zit. Dat je mag tijdens het examen niet lenen of uitlenen. Je staat er echt alleen voor. Maar dat kan je aan. Tip nummer 3. Help elkaar. Ja, op het moment dat je dus bij je eindexamenlocatie bent. Of dat nou de gymzaal van je school is. Of zoals in Utrecht dus de jaarbeurs. Ja, je helpt elkaar. Niet elkaar lopen opfokken. Daarvoor, ja, dat heeft helemaal geen zin. Om nu, 10 minuten voordat het examen begint, te gaan zeggen. Oh my god, het was zoveel. Oh, ik snap die zuurbasis niet. Een redox, wat een ellende is dit. Nee, niet doen. Doe er niet aan mee. Heeft geen zin. Ja, probeer elkaar te helpen. Je hebt hier 4, 5, 6 jaar naartoe gewerkt. Jij kan dit. Ook jij kan het eindexamen doen. En ook jij gaat dat eindexamen gewoon halen. Ja, want jij weet hoe goed je hebt voorbereid. Oké, dan zit je daar. Tip nummer 4. En dan is het moment om even te ademen. Even diepe in- en uitademing. Even tot rust komen. Alles is stil. Je bent even helemaal met jezelf. Dat kost je 3 seconden, misschien 5. 1 diepe in- en uitademing. Waarom? Je moet even tot rust komen. Hartslag even omlaag. Tip nummer 5. Daar ligt hij dan. Examen. Ja? En dit is het moment. Nu kan je, dat zie je hier, zien dat het 38 vragen zijn. En dat mogen geen 38 verrassingen worden. Hoe kan je dat voorkomen? Door eerst het hele examen eens rustig door te bladeren. Blader het eens door en zeg eens tegen jezelf, niet hardop natuurlijk. Oh ja, dit is iets over het hart. Dit is iets over een zuurbazenreactie. Dit is iets over redox. Sommige dingen weet ik, andere dingen weet ik niet. Niet meer stressen. Je krijgt nog geen verrassing meer. Je weet iedere vraag ongeveer wat er aan zit te komen en dat is belangrijk. Want je wil geen verrassing. Je wil rustig zijn, dat je goed kan nadenken. Ja? En dan ga je gewoon mooi dat examen maken. Neem veel ruimte op je papier. Als je iets niet weet, sla veel ruimte over. Zorg niet voor een speurtocht. Probeer netjes te schrijven, maar ook niet te krampachtig. Ja? Natuurlijk kunnen we geen hiërogliefen lezen als docent, maar inmiddels zijn we gewend aan je handschrift hoor. Hoe beroerd dat soms misschien ook is. Dit examen, ja, met deze 5 tips, wordt een succes. Ook jij kan dit. Ja? Help elkaar, ja, zet je beste beentje voor en laat zien wat je in huis hebt. Ik heb vertrouwen op je. Heel veel succes.